His throne. They sing a new song, worthy the Lamb. He who was slain, though righteous and pure, reigns as the great I Am. Bought with His own blood, His bride to claim. They sang a new song, worthy the Lamb, worthy His name. All inscribed on him. Thank you.
Wij heten u wederom van harte welkom in onze eredienst. En natuurlijk voor de mensen op YouTube die ons volgen, wees u van harte welkom. Ook de mensen die ons op de televisie volgen. Op dit moment zullen wij van start gaan met onze eredienst. En wij zullen enkele liederen samen met u zingen. Het eerste lied is: Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven. U kent het lied. Zo, als u wil mag u staan, u mag meezingen uit volle borst. En daar gaan we dan. En dan wachten we nu op de band om ons te begeleiden als we dat zullen doen. Komt verlorenen, reddelozen, gij die nergens uitkomst ziet. Thank you.
Oké, ons volgend lied is Lead Me Lord and I Will Follow. Lead Me Lord, I Will Follow. U kunt met mij openslaan. Matteüs 28, beginnende bij vers 16. Matteüs 28, beginnende bij vers 16.
het zendingsbevel. Zullen daarbij opstaan? En de 11 discipelen vertrokken naar Galilee, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u geboden, bevolen heb. En ik zie, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Mogen de Heere zijn zegen geven op dit schriftwoord. Amen. Zullen we bidden, op ons knieën gaan, zo u kunt. Vader in de hemel, maar gelijktijdig ook hier tussen ons zijt, mogen we alvast danken, Vader, voor de afgelopen werkdagen en dat wij vandaag tot de rust mogen gaan. Ieder van ons, Vader, die te maken heeft gehad gedurende de week met het werk, het gezin, overal waar ze terecht zijn gekomen, Vader, heeft u ze beschermd. U heeft ze weer bezorgd in uw huis, opdat zij kracht meer dan voorheen mogen ontvangen om door te gaan met u. We weten, Vader, dat in dit leven, het zij aan het werk, het zij over straat, waar we ook terecht mogen komen, dat er vaak obstakels zijn. Maar die worden overwonnen door u, Vader, niet door onszelf. Geef ons kracht om ontvankelijk te blijven, Vader, voor uw woord. Want dat wil u eigenlijk van ons. Dat we meer en meer gaan weten wat u van ons verwacht. Dat u meer en meer, Vader, ons stelt in de bediening. Opdat dat voor ons voer is om op het rechte pad te blijven. Wij weten, Vader, dat u het zijt die ons genadig blijft. Door u, Vader, dat wij nog steeds in leven zijn. Niet vanwege de kracht, de medicijnen, ons geloof, maar meer dan dat, omdat u ons genadig zijt. Verdienen wij het, Vader? Wat zouden we in de plaats kunnen zetten voor dankbaarheid, om dankbaarheid aan u te tonen? Vader, het hoogste dat we hebben is ons leven. Om ons leven te stellen in uw bediening. Vader, het zij dat wij en vele van ons nog niet zo ver zijn om dat te doen. Vader, geef een kracht. Geef een inzicht in het leven. Maak, Vader, dat ze inherent mogen gaan worden met de bedoelingen van u met hun. Geef
dat ze gaan begrijpen wat het bevel is te mogen staan voor u, te mogen verkondigen het woord. Als we een terugblik werpen op het werk van de discipelen, dan zien we dat ze huis en gaven verlieten om het woord te gaan prediken, om mensen bewust te maken van het verlossingswerk van u. Sta ons bij en sta deze gemeente als hoofdgemeente in Suriname bij, opdat zij die kracht mogen uitstralen naar de rest. En dat de leden, Vader, mogen aanpakken. De leden mogen staan voor u, wat er ook komen mag. Dat ze de bediening mogen aangrijpen, opdat in vervulling mag gaan uw wens met ons de eeuwigheid. Zegen ons en geef dat de predikant juist die woorden mag gebruiken, opdat wij daardoor gesticht en gevoed mogen zijn voor eeuwigheid. Zegen ons nogmaals en geef ons kracht aan ieder van ons, hoe klein ook die mogen zijn, om uw grote zoons naams wil. Amen. Ik mag onze predikant aankondigen met een heel treffend boodschap voor ons. Het zal u zeker raken. Dank u. Pastor, komt u. Yes. Amen. Dank u wel, broeder Hoepel. Nogmaals, gezegende Sabbat, geliefde broers en zusters. Gezegende Sabbat, broers en zusters. Amen, amen. That sounds more like Centrum after COVID. Amen? Yes, yes, hallelujah. Wel, vandaag, zoals we hadden gezegd, we zullen een bijzonder dienst hebben, omdat we zullen praten over... We zullen praten over evangelisatie en discipelschap. En ik wil de departementshoofden even uitnodigen om op een van de banken hier voorop te kunnen zitten. Omdat ze straks ook zullen delen met u wat de bediening heeft te maken met het zendingsbevel. Amen. En zo vandaag ook willen wij vooral de pasgedoopte leden laten weten wat in huis gebeurt. Oké? Maar voordat ik verder ga, wil ik ook broeder Thomas, kunt u alstublieft opstaan? Ja, hij is een van de pasgedoopte leden. Amen. Amen. En hij is een discipel. Hij heeft zijn kinderen gebracht. Kunnen jullie ook opstaan? Amen. Amen. Prijs de Heer. Is zuster Irene hier? Ja, zuster Irene is hier. Kunt u ook opstaan alstublieft? Wat zegt de gemeente? Amen. Amen. We wilden uw mooie gezichten zien. Omdat wanneer we u op straat zien, de onshiu na foto... Oankang, u kunt blijven opstaan hoor. Ja, Oankang, Taki, hi zuster, hoe gaat het met u? Want uno psayugwe gewoon zo. We zorgen voor u, amen. En dat we ook voor hun zullen blijven bidden. En blijven helpen om volwassen discipelen te worden voor Jezus, amen. God zegene u. We hadden, het was de bedoeling om u vandaag uw certificaat te geven... Maar het komt goed met Gods genade komende Sabbat. God zegene u verder in Jezus' naam. Thank you. Vandaag willen we praten over evangelisatie
en discipelschap. So welkom naar de Universiteit van Discipelschap en Evangelisatie, de gemeentecentrum. Als we praten over discipelschap, wil ik u laten weten dat God een grote bedoeling heeft met de hele wereld. Amen. En laat ons even bekijken, wanneer we praten over discipelschap, wil dat zeggen dat er een missie is. Er is een wat? Missie. God has a mission. But to accomplish the mission, there must be a great vision. The vision drives the mission. Say that together with me. The vision. Yes, the vision drives the mission. So, laat ons dat illustreren. Kom samen met mij naar Openbaring. Welk boek? Openbaring hoofdstuk 21. Daar in vers 1, 2, 3 en 4. We will find out what God's vision is. God's vision for the world. Wat Gods visie voor de wereld is. Niet alleen, ja, voor de hele wereld. Openbaring hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 4. Zo, een visie zegt waar God wil dat wij, where we must be. The vision says what God's plan for us is. Waar we eindelijk moeten gaan. Let's read the vision. Vision statement from God. From God's kingdom. Wat zegt de Bijbel? There was no more sea. Vers 2. Wat zegt de Bijbel? Aha, vers 3 zegt wat? And God himself, yes, and God himself will be with them and be their God. Vers 4, wat zegt vers 4? Vers 4. Amen. 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 Ik zou graag daar willen zijn. Amen. Yes, I would want to be in heaven. And this is God's vision for me. That's God's vision for you, Sister Rusveld. It is God's vision for me, Sister Wilson. It is God's vision for us all. He wants to see us in heaven. But, you know, if you want to build a house and you have a nice picture of the house, the picture doesn't build the house, not so? You must have plans to build the house. So, the mission will help you accomplish the vision. Amen? Yes, wanneer u naar bepaalde organisatie gaat, gaat u zien vision statement, mission statement. But it is the vision that drives. Het geeft die motivatie. Oh, mi want door naar hemel kondre. So mi do. I will go. Yes. And so what is God's mission statement? Laat ons gaan naar Openbaring. Openbaring, welk boek? Openbaring hoofdstuk 14. Hoofdstuk 14, vers 6. 7, 8, het is tot en met vers 12. Openbaring, hoofdstuk 14. Welcome to the university. We are teaching strategic planning 101. How to move strategically to accomplish God's agenda. Openbaring, hoofdstuk 14,
vers 6. Wat zegt de Bijbel ons? Yes, Gods visie is dat wij in zijn hemels koninkrijk zullen gaan. Maar om dat te kunnen bereiken, moeten we wat doen. The vision drives the mission. So God's mission says, you must do so and so and so in order to reach there. Als we daar moeten gaan, moeten we de volk, de hele wereld gaan voorbereiden. We must preach the everlasting gospel. Amen? Yes, alle volken, all tongues and people. Sing to them, vers 7, wat zegt de Bijbel ons? Met een luide stem, Yes, vrees God. Geliefde broers en zusters, broeder Limburg, God has given us a vision. And he has also given us his mission statement, so that the church can be sure of what to do. Geliefde broers en zusters, God's gemeente is een geestelijke gemeente. Het is een wat? Het is een geestelijke zaak. Yes, this is a spiritual business. And since it is a spiritual business, hebben we wie nodig? Gods geest nodig. Het gaat niet over broeder Emmanuelson, hoe hij denkt. Broeder Wilson, hoe hij denkt, hoe deze zaak beheerst moet worden. Nee. God is the CEO of this organization. Amen. En om Gods visie, zijn missie in vervulling te brengen, hebben wij Gods geest van nodig. Want zonder hem kunnen we kunnen niets doen. En zo, vandaag, willen wij hem ook smeken. Om hem te vragen voor zijn geest. Om ons te leiden. Om zijn wil in vervulling te brengen in ons leven. Geliefde broers en zusters, the mission is still the same. Wat zegt de Bijbel in Matthäus hoofdstuk 28, vers 19, wat zegt het? Wat zegt het? Ga dan heen en? No, that's not the church, I know. Let's say it together. Ga. Okay, well, it says something to me. That it take me one sunny. That unu ab mororo kofudu. Jansu brother Hoepel. Ja, want if uno no man takking uit het hoofd, dan is er een probleem. Yes, so, you know, als een leerkracht moet je altijd toetsen en checken waar de klas is. Niet zo, zuster Hoepel? Ja, en dan you sabi, broeder Jete, broeder Jonathan Jete, hij praat altijd over strategisch plannen. Je moet sab pe jude en pe jumus doro. So, God is saying, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maar, voordat we gaan naar de volgende gedeelte, is het vraag voor ons, wat bedoelt het, wanneer de Bijbel ons zegt, ga dan heen. Wat wil dat zeggen? Geliefde broers en zusters, wanneer de Bijbel zegt ga, praat het niet over om ga en doop mensen. En dan tegen je doet dat die, je kaba. Nee, laat ons het goed lezen. Hoofdstuk 28, vers 19. Laat ons het weer lezen. De Bijbel zegt,
Aha. Mhm. Amen. Laat ons het illustreren. Zuster, kunt u alstublieft komen met uw dochter? Ik ben uw naam vergeten. Ja, dank u wel. Kom met uw dochter. Zij is een discipel. En een ander kenmerk van een discipel is dat die discipel een model heeft. Amen. The person must have a model. Someone to imitate. Oké? Okay? So, de Bijbel zegt ga. Ga dan heen. So, ga alstublieft. Ga richting die camera. Ga. Ze gaat. Ze volgt er. Stop. Heeft de Bijbel gezegd ga en stop? Nee. Wanneer we lezen, zegt de Bijbel, ga dan heen. Aha. Aha. En wat? Maak alle volken. En doe wat? Ze gaan nog steeds, toch? Ja, zo terwijl je gaat, moet je dopen. En terwijl je... Lees verder. En doe wat? Yes. Onderwijs hun. Huh? En doe zoveel meer. Zo, wanneer de Bijbel zegt ga, zegt het niet, te je dopen is maar stop. Huh? Het zegt ga. Give them a round of applause. Amen, amen, wonderful. When the Bible says go, is het een proces. Tijdens maak een kerkje, je rook een gebaite. Zo, we gaan het illustreren. Het is net als de Bijbel zegt, er was een man die zaadjes had om te zaaien. En hij ging om die zaadjes te zaaien, dat is Matthäus hoofdstuk 13, een gelijkenis. En een paar zaadjes vallen tussen veel amount rocks and some amount good soil and some amount thorns. En zo wanneer we gaan planten, wat is de eerste ding die wij moeten doen? Broeder Limburg, ik ben zeker dat u al ooit iets heeft geplant. En om ervoor te zorgen dat het goed zal groeien, wat is de eerste stap? Sorry? U moet wat? Water, wat? Oké, mes. Ja, je zit aan grond. Niet zo? Ja, zit aan grond. So, je moet zeker dat te je put aan saadje. Aan saadje ook gro. Boom. Yes. So, te je zit aan grond. Nummer 2. Dan je put aan saadje. Nummer 3. Je put aan saadje en je bent gewoon zo. Is dat zo? Nee, wat moet je doen? Moet het nat maken? Je kip niet in de oosten, no? Nee, in de zonneschijn voor agroboom. Om frisse lucht te krijgen. En dan te akisen dat je keer je bakataki. Ik kom binnen 2 maanden terug en zie wat gebeurt. Is dat zo? Nee, wat doet zuster Schosberg? Je sabasani. So, te je op je plantje. Zou je doen? Leg ons uit. Je wikkie man ding. Alla day. Wat rafan oudu? Yes. Je tak nanga den plantje. Yes. Je moet zorgen voor den plantje. Want ja, de tegen me echt den plantje en aban connectie nanga den smayere. Te je waka minder den plantje de gromoro betere. En me de zeker te je tak nanga den plantje ook toe. Well, yes, so we moeten goed zorgen voor die plantjes. Want ze gaan niet gewoon zo groeien. Denk je dat je ontmoet was, maar je tak abra nanga asma, abra awo to fugado. En gewoon gaat die persoon groeien en zeggen, me de klari fugi me libi na Jezus. Nee. So, 3 stappen. Zet a grong. 2e stap. Put a plant, a saadje. Sorry. Assiri, dank u wel, Assiri. Ik take you onder naar universiteit. Put Assiri. 3e stapje.
sorgu gi a plancha en te a plancha tron bigi ye shi ai cha bloemetjes. En na die bloemetjes, wat verwacht u? Vruchten. En de, je loeken de vruchten. Hm? Ah, den de te a vruchten ook een lepi. Ah? En te a lepi, dan je poering. Ah? Je nego poering te a tumsi groen. Of groen. Omdat je mis van vrucht. So je moet zorgen die asani te a vrucht de klari. Dan plukt u het. Amen. En dat wil zeggen dat die persoon ready is voor de doop. Huh? En te je plukt af vrucht, jullie ben gewoon zo. Is dat zo? Nee, je charing kon hij ook zo. If you abon bonang aan manja. En na afvoer manja. Dan, you know, je maakt de manja tante op groen gewoon zo. Of papaya. Je put den tap op een pressie, pe. Te je kon naar kerkie, je kan delen ding, niet zo? Yes. Ah? Ja, om ze te behouden. Zodat so you can put them to good use. En ook to if you shit ak a manja, die want pesru to manja, dan je gebruik a sem saatje dati. Fugo pranwan, trabong. Niet zo? Dat is evangelisatie. Amen. Dat na evangelisatie. So evangelisatie de wan proces. Het is een proces. En zo vandaag willen we veel meer erover praten wat dit proces allemaal inhoudt. Op dit moment komen we naar het moment waar wij ons kinderverhaal zullen hebben. En zo vragen wij degene om naar voren te komen. Oké, het is op de televisie. Zo volg alsjeblieft. Erna, God zegent u. Big bright light. Grandmother was acting strangely when she came home on Friday night in Mazibuka, Zambia. Usually, grandmother arrived home singing. But this time she walked silently into the house and went straight to bed. She did not say a word to grandfather. She did not say a word to little Cynthia. She lay down and closed her eyes. But little Cynthia could tell that grandmother wasn't sleeping. Grandmother moved her arms and legs. She turned onto her right side and then onto her left side and then back onto her right side. Something was wrong. Grandmother certainly was acting strangely this Friday night. Finally, little Cynthia went to bed. Grandfather also went to bed. In the morning, grandmother told grandfather and Cynthia why she had acted so strangely. She had been scared. Grandmother said she was drinking at a bar when the sun started to go down. Then the sky grew dark, and she decided that it was time to go home. She was singing loudly as walked down the dark street toward the house when suddenly a dazzling white light appeared in front of her. The light was not from a car or a street light. The light hovered in the air like a big bright ball. Grandmother stared at the light. She did not know where the light had come from and where it might go. The song that she was singing stuck in her throat. Then the bright light vanished. Trembling from head to toe, grandmother quietly walked the rest of the way home. Little Cynthia was astonished to hear about the big bright light. Grandfather also was astonished. "You'd better stop drinking," he said. "This could be God talking to you." Little Cynthia wondered whether grandfather was right. Was God trying to say something to grandmother? Little Cynthia was still thinking about God when she heard a knock on the door. Grandmother opened the door. Outside stood a woman wearing a bright blue dress and a white woolen hat. "Happy Sabbath," the woman said. "I would like to invite you to church." Grandmother didn't have to be asked twice. Still frightened by the bright light, she wanted to go to church. Little Cynthia wanted to go to church. Grandfather also wanted to go to church.
The family attended the Sabbath worship service at an elementary school. It was a special Sabbath program organized especially for visitors. That night, before going to bed, little Cynthia heard grandmother pray for the first time. "Dear God, I'm not living a good life," she prayed. "Help me to stop drinking." The next night, grandmother prayed the same prayer. Every night for 2 weeks, little Cynthia heard grandmother pray to God for help. She wondered what would happen next. One morning, grandmother got up with a big smile on her face. Little Cynthia knew that God must have answered grandmother's prayers. She was right. Grandmother never drank again. She also gave her heart to Jesus. Neighbors were shocked to see that grandmother no longer drank. "How did you stop?" said one. "Tell us about the secret medicine that you got from the witch doctor," said another. Grandmother happily told everyone that no witch doctor had cured her. It was the God of heaven who had helped her to stop drinking. "The medicine that I used was prayer," she said. Grandmother did not stop praying. Little Cynthia heard her pray for grandfather, and grandfather gave his heart to Jesus. Grandmother prayed for her 14 children and many grandchildren, including little Cynthia. Many of them gave their hearts to Jesus. Grandmother is a real missionary because she brings people to God by praying for them. Little Cynthia is glad for the Friday night when grandmother came home acting strangely. It was the night that God began to turn grandmother into a missionary. Amen. Amen. We thank the Heer voor de wonders dat Hij doet. Amen. En hoe Hij ook jong zoals oud gebruikt om Hem te kunnen ervaren. We continue to talk about discipleship. Discipleship. En op dit moment wil ik uitnodigen naar voren een paar van de KB-leden. Vandaag zullen wij introduceren naar u toe de mensen die leiding zullen geven of geven in deze gemeente om Gods missie in vervulling te brengen. Zo, het is leiderschap om de leden te leiden om dit geheel, om Gods visie en zijn missie in vervulling te brengen. Zo, ik wil vragen aan zuster Lond, alstublieft, om naar voren te komen en hier om plaats te nemen. Zuster Lond is onze penningmeester. Broeder Ricky Limburg, you can have a seat. Broeder Ricky Limburg, secretaris van de gemeente. Laat me ook broeder Hoepel, Marcel Hoepel uitnodigen om plaats te nemen. En dan hebben we broeder Lond, broeder Clyde Lond, ja, en ook zuster Rusveld. Vandaag wil ik u laten weten dat God zijn gemeente zodanig heeft opgesteld, for want of a better word, dat alles in de gemeente is om Gods missie in vervulling te brengen. Now, to experience spiritual growth, and healthy growth, there must be balance. There must be what? Balance. In uw persoonlijk leven, om goed geestelijk te groeien, moet u zich geestelijk voeden. Maar ook om geestelijk gezond te zijn, moet u ook, is het ook belangrijk om
lichamelijk gezond te zijn. Want onze gezondheid kan ook een invloed hebben op ons geestelijk leven. Ja, and it is also important to ensure that you are socially healthy, emotionally healthy. So al deze gebieden van onze leven, geestelijk, mentaal, lichamelijk, emotioneel, hebben een invloed op ons geestelijk leven. So no taki voor de geestelijk, we must lees a Bible hier day. Nee, je moet go beweeg ook toe. Niet zo? Omdat if je niet beweeg, dan a broeder no go naar je edefu begrijp. You know, that the blood will not circulate to your brain so that you can have the ability to understand well what you are reading. So every part of our life has to do with spirituality. Begrijpen we dat? Yes? So om geestelijk te zijn, moeten we een goede balans hebben in elk gebied van ons leven. Zo is het ook in Gods gemeente. En zo, de gemeente is zo, it has been set up in such a way where, Sister Hoepel, we don't need to add a discipleship program to ensure that the mission of the church works well. It is already there. Laat me het zo illustreren. De Bijbel zegt dat Gods huis, God's house, is a house of prayer. A house of prayer. If it has to become a house of prayer, Brother Hooper, dat wil zeggen, je moet niet een aparte gebedsgroep zetten dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Iedereen moet iemand zijn die lobby biggie. Het is niet een aparte groep die de kerk gaat maken tot een huis van gebed. Zo, op dezelfde manier. We cannot set up an evangelism project or a discipleship project in the church to make the church a discipleship church. The church has been set up in that way already. En vandaag zullen wij u laten weten how it has been set up. De Zevendaags Adventist gemeente is geleid door een pastor. Wel, God, die hoofd is van zijn gemeente. Amen. En die herders heeft geplaatst om leiding te geven. Maar het is een lichaam. En daarom moeten we het samen doen. And so you have the pastor who is the manager who gives oversight. Overzicht. En dan zijn er departementshoofden en mensen met verschillende verantwoordingen die deze missie moeten beheren. Nou, ik heb de departementshoofden gevraagd om 3 minuten te zeggen hoe hun departement bijdraagt aan het vervullen van de missie. Maar zuster Lont, ik zou graag willen als u misschien voor 1 minuutje alleen praat. Zo, als u een samenvatting. Niet te lang hoor. What does the treasury have to do with the mission of the church? Go ye therefore. How does that play a role? Can you tell us? Gezegende Sabbat, broeders en zusters. Ter aanvulling op de vraag van pastor. De penningmeester bekleedt namelijk een belangrijke positie binnen de gemeente. En die wordt dus gekozen voor 1 of 2 jaren, hangt vanaf wat de gemeente bepaalt. Je hebt dus ook een assistent penningmeester die gekozen wordt. De missie is eigenlijk om financiële en administratieve taken uit te voeren. En dat moet op een efficiënte manier gebeurd worden. Effectiviteit moet erin zitten. En natuurlijk is het belangrijk dat de penningmeester handelt als een goede rentmeester. Voor God zijn hulpbronnen. Het is ook van belang dat de penningmeester een promotie doet naar de gemeente toe. Los van dat de penningmeester verantwoording moet afleggen naar de pastor toe, naar de KB-leden toe, heeft hij ook de plicht om het naar u als gemeentelid verantwoording af te kunnen leggen. Het is dus ook daarom belangrijk dat de penningmeester promotie doet in het belang van trouw geven van uw tiende.
trouw geven van uw offers, hoe het geschiet en al dat soort dingen. En zodoende kunnen we elk jaar, jaarlijks bekijken als het gedaald is of als het gestegen is. En dat we u ook kunnen stimuleren om te blijven geven, omdat dat ook een groei en een relatie is met God, met u en God. Dus in korte lijnen gezegd, we beheren de financiële zaken, maar natuurlijk met God op de eerste plaats. Amen. Hartelijk bedankt, zuster. Ik ben zeker dat u het hebt begrepen. En de penningmeester, ik vraag er vaak wanneer we op vergaderingen zijn, zuster, is er genoeg geld om zo en zo te kunnen financieren? En dan gaat ze me zeggen, ja, pastor, of nee, we moeten misschien minder geven. Zo, met de penningmeester. De penningmeester is belangrijk om ons te helpen, zodat wij genoeg geld hebben om in balans te zijn, zodat wij alles zo mogelijk kunnen doen om Gods werk in vervulling te brengen. Hartelijk bedankt. En nu stappen we over naar onze secretaris. Wat heeft de secretaris departement te maken met het zendingsbevel? Dank u wel, pastor. Ik ga even voorlezen. De taken van de secretaris zijn 1. Het bijhouden van de ledenlijst van de kerk. De secretaris houdt dus de inschrijvingen, afschrijving, overschrijvingen en overlijden van de leden bij. Met de persoonlijke gegevens van onze leden kunnen wij makkelijk in contact zijn en blijven met onze leden. En waarom? Omdat de zorg van onze leden heel erg belangrijk is. De pastor heeft het al aangehaald. We moeten voor onze leden zorgen. Verder is de secretaris ook belast met de correspondentie van de gemeente. Verder moet de secretaris certificaten en formulieren invullen van de gedoopte leden en of geloofsbeleiden. Dus. De secretaris is ook verantwoordelijk voor het notuleren tijdens bestuursvergaderingen en huishoudelijke vergaderingen en het distribueren van de notulen naar de bestuursleden of leden toe. Verder is de secretaris ook verantwoordelijk voor de archieven. Alle kerkelijke archieven, notulen van zakelijke bijeenkomsten en bestuursvergaderingen, de lijst met ambtsdragers en kerkleden, die lijsten worden bijgehouden door de gemeentesecretaris. Deze informatie is niet alleen ter wille van het kerkelijk gezin, maar delen van deze informatie worden ook op speciale formulieren naar het zendingskantoor opgestuurd. En het is van vitaal belang dat exemplaren van deze gegevens aan de nieuwe predikant en bestuursleden wordt verstrekt, zodat zij over de informatie kunnen beschikken. Verder moet de secretaris de departementshoofden een lijst geven van de leden die lid zijn van het departement, samen met een overzicht van het werk dat aan het departement wordt gevraagd. Als laatst, het is de verantwoordelijkheid van de secretaris om een kerkgids op na te houden. Dit kan worden afgedrukt, gefotocopieerd of geproduceerd door de kerk. Het moet ook de namen van de niet-leden, echtgenoten en niet-gedoopte kinderen omvatten van kerkgerelateerde huishoudens, maar ook van gewone aanwezigen die nog niet zijn gedoopt. Het is goed om een verklaring op te nemen dat dit geen officiële ledenlijst is. Het doel hiervan is om de vriendschap in de gemeente te bevorderen. Yes. Als laatst wil ik aangeven dat het vastleggen van informatie heel erg belangrijk is, omdat als er geen informatie was vastgelegd door de loop der jaren, zouden we vandaag de dag geen Bijbel kennen. Amen. 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 Dank u wel, broeder. Dank u wel. En broeder Ricky's werk is heel belangrijk. You know, als ik hem vraag, hoeveel leden zijn er in de kerk?
zal hij me zeggen van, wel, hoeveel leden zijn op onze ledenlijst? Zal hij me zeggen 700 zoveel. En dan Timmy Luca keerke misschien, maar niet eens 150, you know, dan zegt het mij wat. Amen? Dat zegt het ons wat. We moeten gaan zoeken voor die verloren schapen. Zo zijn werk is heel belangrijk, dat en zoveel meer, wat dat hij heeft genoemd. Dank u wel, broeder Ricky. Dan gaan we over naar de hoofdouderling, broeder Hoepel. Wat heeft uw taak te maken met discipelschap? Ik zou u willen zeggen, maar 1 minuutje, maar ik weet dat dit niet mogelijk is. Zo, zeg ons alstublieft. Dank u wel, pastor. Wel, het is zo ruim hoor. Maar laat mij me toch beperken tot een van de bijzondere taken die een ouderling, in dit geval hoofdouderling, heeft. Is toe te zien dat het wel gaat met de leden. Yes. Zowel geestelijk, lichamelijk, enzovoorts. Yes. Dat wij steeds ze inspireren met de voeding van het woord, dat zij goed terechtkomen. Daarom kan het nooit bij één ouderling maar berusten. Het is zoveel, onderschat u het niet. Er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden voor het wel en wee van onze leden. Ik heb zelf zoveel mogelijk geprobeerd jonge mannen aan het werk te krijgen. Niet als ouderling alleen, maar ook als gewoon lid. Omdat je ziet die nood waarbij je net het moment dat van dat lid een beslissing zou komen om anders te gaan, dat je daar ingrijpt. Waardoor een totale omwenteling teweeg wordt gebracht in zijn hele situatie. Dat kan je niet onderschatten. Ook met betrekking tot evangelisatie. We durven zelf zo ver te komen dat elk lid, niet wanneer het georganiseerd is of wordt, een evangelisatiecampagne te houden, dat ze erbij zijn, maar dat ze individueel de graad van besef zullen ontwikkelen om zelf te evangeliseren. Yes. Op hun manier, maar natuurlijk overeenkomstig dat wat Jezus vraagt. U kunt u nu voorstellen dat wanneer je hier komt, merk je iets en je zegt, dat mag niet zo zijn. En misschien neem je de persoon aan de hand en dan ga je in een hoek om de persoon voor te houden van, maar met liefde natuurlijk, van kijk, doe het liever zo of zo. Overeenkomstig dat wat God van ons vraagt. Yes. Want sommige mensen, we hebben allemaal onze emoties, niet waar? Ik heb ook mijn emoties. Als ik u vertelt dat ik de eerste keer ben gaan evangeliseren en dat was niet echt om weer te gaan. Snapt u? Maar de leiding van God moet steeds bij elk lid zijn. Yes. Wanneer we uittrekken. Zonder meer. Laat God echt met u zijn. Want zonder God gaat hij niets kunnen doen. Ik hoor zuster Schouwsberg een keertje hier zeggen, het is mijn ding. Ik begrijp haar dat ze vol van is om die literatuur te verspreiden. Dus dat is een mate, een graad van willingness. Ze wil echt het op zijn best doen. En dat denk ik dat wij allemaal toch wel ergens het moeten gaan beseffen dat wij het gaan moeten doen, niet anderen.
Dank u wel, broeder Hoepel. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Zo, broeder Hoepel is eigenlijk degene verantwoordelijk voor het beheer van alles dat gebeurt in de kerk. Vooral wanneer de pastor er niet is. Ja, zo, laat zeggen, hij is de plaatselijke pastor. Samen met die andere ouderlingen, you know, broeder Blackman, broeder Limburg en broeder Anguel Reichman. Zo, wanneer er een probleem is en pastor is er niet, dan kun u snel rennen naar broeder Hoepel. Wel, eerst naar God hoor. En als het niet op is gelost, dan weet u waar u moet gaan. Yes, zo dan gaan we verder naar belangrijk, ook een belangrijk persoon, de hoofddiaken. Hij zal ook de diakenis verantwoorden hier. Broeder Lont, wat heeft uw rol te maken met de zendingsbevel? We hebben gehoord dat het niet alleen gaat over dopen, maar het is een proces. Zo, wat heeft uw werk te maken met daarmee? Zegene Sabbat, broeders en zusters van mijn kant. Allereerst op uw vraag te gaan, wil ik even zeggen dat de diakonie, het ambt van de diakonie in het Nieuwe Testament van de Bijbel voorkomt. En dat is in 1 Timotheus hoofdstuk 3. Mm-hmm. En daar, als je het gaat lezen, dan misschien raakt de geest u om ook een deel te zijn van de diakonie. U vraagt wat? Wat heeft de diakonie te maken met het zendingsbevel? Ja, de diakonie is eigenlijk een geestelijk werk. Niet alleen geestelijk, maar. Ja, natuurlijk vraagt het ook veel van je lichaam. Dus geestelijk en lichamelijk natuurlijk. Ja. Met de zendingsbevel. De diakonie zorgt voor. Allereerst moet voor de leden zorgen natuurlijk. Oké. Okay. En zoals de andere departementen hebben al gezegd, hebben de diakonie een veelomvattend werk. Ze mm-hmm. werken ook samen met de andere departementen. Yes. Dus we hebben natuurlijk de ledenlijsten nodig van de secretaris. Zodat we weten als we naar bezoek gaan, want dat is ook een van onze taken, om de leden te gaan bezoeken. Mm-hmm. En dat op docenten bevel om de leden gaan bezoeken, is het de leden bezoeken en ook hun, de nieuwe leden ook natuurlijk en hun ook verder, zoals de zendingsbevel zegt, leert men onderhouden mm-hmm. dat wij ze ook bijbelstudie geven. Yes. Dus dat is ook een van onze taken en ook zorgen voor de zieken mm-hmm. en ook een ja, ook niet alleen voor onze leden natuurlijk, maar ook buiten onze gemeenschap. Dat als we bijvoorbeeld leden en zorg zien, dat wij ook erop inspelen. Dus wat wij ook als diakonie doen in de kerk hier, dat is dat wij orde en rust, geestelijke orde en rust, ook daarvoor zorgen. Mm-hmm. Dus met, ja, het, de diakonie, wil ik zeggen, is een heel groot, omvattend werk dat men doet hier in de gemeente. Amen, amen. Dank u wel. U heeft het gehoord. Zo de diakonie draagt bij aan zoveel zaken. Ja, yes, zoveel zaken. En daarom heb ik deze groep samengesteld. Want ik kon iedereen vragen om hier te komen. Maar de reden waarom jullie samen hier zijn, is omdat alle departementen jullie nodig hebben, niet zo? Amen. Ja. So each department has the treasurer, needs the treasurer. Each department needs the secretary. Each department needs to consult with the head elder, as well as the head deacon. So there is a beautiful system in church to ensure dat er goede geestelijke groei is. Dank u wel voor uw bijdrage en dat u de leden hebt
helpen weten wie verantwoordelijk is voor wat en wat uw werk heeft te maken met het zendingsbevel. Op dit moment zullen wij overgaan. U kunt naar uw plaats gaan. Voordat we de tweede groep vragen om te komen. Dat is broeder Adelaar. Broeder Adelaar is er niet. Zuster Wilson. En zuster Hoepel. Ilgia Hoepel. Zowel als broeder Reichman. Zullen wij onze renmeesterschapleider vragen om naar voren te komen. Hij zal ons even laten weten wat zijn departement heeft te maken met, you know, discipelschap en missie van de kerk. En dan zal hij ons leiden naar het offeren. Zo, dankjewel, dominee. Goedemorgen iedereen, gezegende Sabbat ook van mijn zijde. Nou, het werk van rentmeesterschap zal een heleboel inhouden dit jaar. Een belangrijke tekst die dus tegelijkertijd onze offertekst is voor vandaag, wordt gevonden in Matthäus 6 vers 33. Daar lezen we: geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie alle deze dingen geven. Nou, er is een lied welke zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere zal je gegeven worden. En het is belangrijk dus dat we ons focussen op deze tekst wanneer we praten over rentmeesterschap. Wanneer we praten over rentmeesterschap moeten we denken aan het feit dat we God eerst willen zetten. We willen God op de eerste plaats stellen. En zodoende zal hij dus ons al het andere dat we nodig hebben geven. Niet alleen in materiële zin, maar ook de skills en abilities om dingen te doen voor hem. Omdat God je niet zomaar roept. Als hij je roept, zal hij je dus equippen om zaken te doen voor hem. Nou, wat we kunnen verwachten en waar ik een ieders participatie zal zoeken, actief zal zoeken en ook verwacht, zal zijn bij het houden van de programma's. Programma's die te maken hebben met nou, God op de eerste plaats stellen natuurlijk. En dat heeft te maken met onze persoonlijke groei, onze geestelijke groei. Hoe zijn we gerelateerd aan God? Hoe kijken we naar God? Elke dag hebben we wijding, hebben we onze persoonlijke tijd, etcetera, etcetera. Nou, daarnaast gaan we kijken, wanneer we dus dat hebben afgerond, gaan we kijken naar hoe zit het met onze gezinswijdingen. Kunnen we de gezinswijdingen bepaalde insteken geven, kunnen we bepaalde tools geven aan mensen om de gezinswijdingen weer op niveau te brengen, op peil te houden. En misschien dat mensen er zelf zijn die ons hun ervaringen kunnen delen met ons, zodat we dus dat als gemeente mee kunnen nemen. Nou, daarnaast, voor zij die weten, is het nodig dat we gezond eten. Maar los van het gezond eten is het dus ook zo dat we gezonde gewoonten moeten hebben. Omdat gezonde gewoonten ons in staat zullen stellen om op een gezonde manier Gods werk te doen. Daarnaast kunnen we kijken naar hoe zijn we dus betrokken bij het werk van God in de kerk. Hoe zijn we betrokken bij het werk dat de kerk uit heeft gestippeld om uit te voeren. Want ja, we zijn allemaal geroepen om Gods werk te doen. En we willen allemaal een deel hebben aan het werk van God. En het is belangrijk dat we dus daarnaar ook gaan kijken. Nou, voor dit alles hebben we natuurlijk geld nodig. En we gaan dus dan op een gegeven moment ook praten over onze offers en onze tienden. En dan zullen we dus dan ook in staat worden gesteld om met formules die we hebben te kijken naar hoe kunnen we systematisch plannen om God zijn deel te geven. En het werk van God te ondersteunen door middel van offers. Ik zou zeggen, ik kijk echt ernaar uit om deze zaken met jullie uit te voeren. Ik hoop dat God ons dat in staat stelt samen te doen. En ik wil jullie dus allemaal warm maken om klaar te zijn wanneer we dus dit zullen proberen. We gaan dit elke tweede Sabbat van de maand doen. Dus verwacht u een programma waarbij u dus, we gaan een folder maken waarbij u
zult kunnen volgen van oké, in maand X is dit aan de beurt, maand Y is dit aan de beurt. Zodat u ook kunt plannen om erbij te zijn. En vooral voor de topics die u zeer aanspreken, dat u dus erbij kunt zijn. Hartelijk bedankt, broeder. Wel, uw departement heeft te maken met zoveel. Ik hoor gezin, ik hoor gezondheid, ik hoor zoveel. That's why the stewardship department is there. Maar zijn, het verschil met hem is dat hij tiende offer en offer zal benadrukken. He has a lot of things to manage, but this department zeroes in on helping you understand het geestelijk belang van uw rentmeesterschap, uw rol als een rentmeester. En zo op dit moment zullen wij geven wat de Heer aan ons heeft gegeven. En ik vraag u om ons daarin te leiden. Ja, de diakenen komen op dit moment bij u langs om de offers en tienden op te halen. En ik hoor u de tekst nogmaals voor. Waar het ons zegt. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dus dit alles zal u bovendien geschonken worden. Als u tijd heeft, leest u Matthäus hoofdstuk 6 in zijn geheel als u thuis bent. Om de context te begrijpen. Trouw en liefderijke God, wij danken u voor het feit dat wij hebben kunnen geven, o Heer. Grote God, wij vragen uw zegen op deze offers en tienden. Omdat wij weten dat als wij u op de eerste plaats stellen, wij genoeg van u zullen ontvangen. Heer, geeft u dat dit zijn doel mogen bereiken. Welke is het werk van u op de eerste plaats stellen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dank u wel, broeder Hoepel, onze rentmeesterschapleider, die u zal motiveren om trouw te blijven aan de Heer, zodat wanneer de Heer terugkomt, dat hij u ook kan zeggen, wel gedaan. Amen. Oké, nou we komen, we don't have too long to go, and so we want to engage the children. Ik wil 20, hoeveel kinderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maal 4 is 24. Ik wil 24 kinderen hier hebben. Ik heb iets heel bijzonders
voor jullie. Wie zal één zijn? Nummer 1. Number 1. Ja, kom. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, niet erg. Sister Ilgia, can you help me with this, please? Vandaag zullen de kinderen zaadjes zaaien. Ja, omdat ze... We praten over discipelschap. En wanneer we praten over discipelschap, weten we dat het een proces is. Zo, ik zal elk van hun één fles geven. En ze zullen elk van hun twee zaadjes krijgen om te stoppen to set in the soil. En ze zullen het thuis brengen en goed zorgen ervoor. Omdat een van deze dagen zullen we hun vragen voor... Welke zaadjes zijn deze? It is... how you call this again? It is... Oker. Ja, oker. Oker zaadjes. Yes, dank u wel. So let's help them out, please. Okay. Who heet jij? What is your name? Josiah. Okay. You must take good care of the plant, ensure that it grows well. Okay. Okay. You can go to your mommy. You can go to mommy. Okay. Yes. Help us, please. And what is your name? Sophia. Sophia. Okay. Here is the fan. Oh, maybe she should plant it herself. Okay. Yes. Give her a seed. Okay. All right. Okay. You can step down and give it to them. Okay, Sophia. Zorg heel goed voor deze zaadje en die plant. Want ik wil oker krijgen. Ja, een van deze dagen. En jij bent? Kimberly. Kimberly. Oké, jij krijgt ook twee zaadjes. Mm-hmm. So, brothers and sisters, you see that dus het kinderdepartement is ook een van de departementen die een belangrijke verantwoording heeft als het gaat om onze kinderen begeleiden en sturen op het geestelijk vlak. En het is dat we dus zoveel als mogelijk verliefd willen laten worden op Jezus Christus. Als de kinderen van Jezus houden, dan gaan ze ook vanuit het feit meer willen doen voor de Heer. En het kinderdepartement is dus verantwoordelijk om zoveel als mogelijk te zorgen voor materiaal en activiteiten te ontplooien, zodat ze kunnen groeien op geestelijk vlak, maar ook maatschappelijk vlak. Zodat wanneer ze later in de maatschappij terechtkomen, ze weten wat de normen, de waarden en de principes zijn die ze hoog moeten houden als kinderen van God. Zodat ze een verschil kunnen uitmaken in deze samenleving. Zo, onze kinderen worden dus ook zo gemotiveerd en gestimuleerd om niet alleen zelf te groeien, maar ook anderen tot Christus te brengen. En dat is dus het discipelschap gedeelte. En dit is dus een vorm van hoe ze nu leren hoe ze moeten planten. En het planten is dus, kun je zien als zij moeten dus ook groeien in het geestelijk door middel van gebed, door middel van het woord te bestuderen. En dan wanneer zij groeien,
kunnen ze dus dat ook delen met andere kinderen. Maar niet alleen kinderen, ook volwassenen, om hun het verschil te laten zien wanneer je nou apart gezet bent als een kind van God. Kinderen van God hebben dus een bijzondere taak, niet alleen voor zichzelf, maar ook om datgene wat ze geleerd hebben te delen met anderen. Zo, ik wil u allen stimuleren, ouders, om uw kinderen te brengen naar de gemeente. Want heel binnenkort zullen wij ook starten. We hebben reeds de sabbatschoolklassen vanaf de baby's. Vanaf baby ziet u dat we dus, zoals het woord het ons ook heeft gezegd, dat van kinds af, wanneer ze slapen, wanneer ze opstaan, moeten we ze dus inprenten datgene wat God ons geleerd heeft. En dit totdat ze zelfs volwassenen zijn geworden, zodat ze later ook hun bijdrage kunnen leveren in de gemeente en ook binnen hun gezinnen en in de maatschappij. Dus we gaan ook beginnen met de Bijbelclubs in de middags. En we hebben daarnaast ook de andere activiteiten die dus zo meteen ook benoemd worden. Want zoals u eerder heeft gehoord, er is dwars door alle departementen een samenwerking. Geen enkel departement staat los van een ander. We werken samen. Dus ook zo het kinderdepartement werkt samen met de andere departementen om de kinderen zoveel als mogelijk God lief te laten hebben, een persoonlijke relatie op te bouwen met hem en om andere kinderen dus ook te stimuleren van Jezus Christus te houden. Dus dat is het voor wat betreft het kinderdepartement. Thank you very much. Hartelijk bedankt, zuster. So, discipelschap begint met de kinderen, niet met de volwassenen. Yes, praise the Lord. So, wij zorgen ook voor de kinderen. Dat ze vanaf kleins af weten wat het means, wat het betekent. Wanneer we zeggen, I will go. Het is een proces. En dat ze ook moeten zorgen dat andere mensen deel van Gods koninkrijk worden. Zo, deze twee zusters, en ik zal ook praten over mannenbediening, we call them group-based ministries. Zo, degenen die hier waren, waren mensen die, all the departments need them, okay? So they are more like managers. But these are group-based ministries. So, er zijn groepen van vrouwen, groepen van kinderen, groepen van mannen. We see the difference? Because in order to grow in church, you need to belong. Not so, Sister Wilson? And if you don't feel belong, then you cannot, the growth doesn't take place too well. I'm sure that you have much more to tell us. So share with us what women's ministry has to do with evangelism. Goedemiddag, zusters en broeders. Ik ben van vrouwenminister departement, samen met zuster Esmeralda. Vrouwen zijn een heel kwetsbare groep, hè? En als er geen aandacht aan wordt besteed aan hun emotionele behoeftes, hun lichamelijke behoeftes, hun sociale behoeftes, dan gaan vrouwen niet goed functioneren. Dat is de reden dat, zoals de predikant zegt, er groepen zijn, en in dit geval vrouwen. En wij moeten dus ervoor zorgen dat deze vrouw in hun behoeftes wordt voorzien. En dat proberen wij te doen door programma's te verzorgen. We hebben bijvoorbeeld een motivatieprogramma, dat is volgende week zondag reeds, waarbij we dus samen met de vrouwen komen en met ze praten over het belang van gebed, belang van bijbelstudie, etc. We hebben ook van zendingswegen uit, programma's voor alle kerken, waarbij vrouwen bij elkaar komen om elkaar te motiveren. En ook willen wij aandacht besteden aan het financiële nood, de financiële nood van de vrouwen. En dat willen wij doen door budgetteringsprogramma's te verzorgen, door dingen te laten doen, leren zoals het maken van lakens, leren planten, leren koken, zodat ze op de een of andere manier toch dat kunnen gebruiken om in hun onderhoud te voorzien. Dat is het zo'n beetje. Hartelijk bedankt, zuster Wilson. Zoals ze heeft gezegd, het is
de vrouwen te helpen groeien, you know, als goede vrouwen. En zo is het ook voor mannenbediening. Een van de bedieningen die meer aandacht nodig heeft, you know, zodat ons ook onze mannen gezonde discipelen kunnen zijn. You know, we can be good men, knowing our responsibilities and how to fulfill it in the home, in society and in church. Oké? Okay? Dan zullen we verder gaan naar die andere departementen. Zo, ik vraag u alstublieft om naar voren te komen. We hebben de persoonlijk bedieningsdepartement, gebed, literatuur, gemeenschapdiensten en gezondheid. Kunt u alstublieft naar voren komen als u ons daarmee helpt. Terwijl ze zich voorbereiden, hebben we een special song. En ik vraag uw aandacht om gezegend te worden hiervoor. Mogen de Heer u zegenen als u Gods woord hoort door middel van een lied. I have heard of Christians long ago. They were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their life if they would recall the name of Christ. One by one they chose to die. Son of God would not be denied. The choir singing, I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Now the years have come, and the years have gone, but the cause of Jesus still goes on. And now our time has come to show the cause, to reject this world and embrace the cause. And one by one, let us live our lives for the one who died to give us life, till the trumpet sound on that final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb, to the Lamb of God, who bore my pain, took my pain,
my shame. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge to the Lamb with all my strength. I said with all I am, I will seek to honor His command. I pledge allegiance to the Lamb. I pledge allegiance to the Lamb. Amen. I pledge allegiance to. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwsflits in beeld. U krijgt de berichten voor Sabbat 23 april 2022. Van 2 tot en met 16 april hebben wij de evangelisatieserie Waarheid voor Vandaag, Hoop voor Morgen met Pastor Roel Blackman gehad. En elke avond heeft de Surinaamse gemeenschap Bijbelse waarheden gepresenteerd gekregen. De verschillende kerken die hebben op hun eigen manier invulling gegeven aan deze campagne. En op Sabbat 16 april 2022 mochten wij 30 nieuwe discipelen verwelkomen in Gods gemeente. Er zijn nog meer doopkandidaten die zich voorbereiden op de doop. En dat zal tot en met 14 mei 2022 gebeuren. En dan sluiten we deze campagne officieel af. Wij danken de Heer voor zijn leiding en natuurlijk ook de stuurgroep en ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd tot het succes van deze serie. De 2-weekse evangelisatieserie is met een concert geëindigd en de goed gevulde Centrumkerk en natuurlijk ook de kijkers op kanaal 10.2 en YouTube hebben duidelijk een aanbiddingservaring gehad met de Heer. Wij zullen ook binnenkort starten met de Bijbelstudieserie Onderzoek en Oordeel, welke te volgen zal zijn op kanaal 10.2, op ons YouTube-kanaal en zeker ook op Facebook. Op sabbatmiddag 23 april om 5 uur is er een speciale training voor onze diakenen en diakonessen van alle kerken. Deze training zal plaatsvinden op het zendingskantoor en het is georganiseerd door het ministeriële departement onder leiding van Pastor David Daniel. Voor de verre districten is er een Zoom-link beschikbaar, zodat ook de diakenen en diakonessen van de verre districten deel kunnen zijn van deze training. We roepen u op om zeker aanwezig te zijn en mogen de Heer ons allemaal helpen om zijn werk beter te doen zoals nooit tevoren. Er zal ook een serie trainingen zijn voor onze ouderlingen en onze field school studenten. En deze zal plaatsvinden op zaterdag 30 april, sabbat 30 april om 5 uur in gemeentecentrum. Zondag 1 mei om 10 uur ook in gemeentecentrum. Vrijdag 6 mei via Zoom om 7 uur. En zaterdag 7 mei om 5 uur ook via Zoom. Graag deze data vrijhouden, zodat ook de fieldschoolstudenten en ouderlingen deel kunnen zijn van deze serie trainingen. De prioriteiten voor deze nieuwe maand zijn beschikbaar.
En ik wil u aanmoedigen om uw exemplaar te betrekken en te distribueren aan uw vrienden, familieleden, collega's en andere mensen. Het is zeker een geweldig hulpmiddel om eenvoudig het evangelie te verspreiden. In de editie van maart 2022 hebben we een heel interessant onderwerp. En dat is de drie-eenheid. Wilt u meer weten over de drie-eenheid? En wilt u mensen helpen die dit nog niet goed begrijpen? Dan kunt u een prioriteit betrekken of meer en deze distribueren. En zeker zal de Heer de harten aanraken van degene die dit exemplaar in hun handen zullen krijgen. Op Sabbat 21 mei 2022 is het Wereldavonturiersdag. En kijk uit naar deze bijzondere dag. En indien uw gemeente nog geen avontuursclub heeft, dan is het zeker de moeite waard om het op te pakken en te werken aan de vorming van onze kinderen. Ook heeft Dr. Richenel Elkom interessante gezondheidsartikelen gepubliceerd. En die hebben we al geruime tijd gedeeld met u. Deze week schrijft hij over voeding en levensstijl bij gezondheid en ziekte, deel 1. En ik wil u deze artikelen zeker aanbevelen. U krijgt deze artikelen via uw mailing, via de mailinglist of via onze WhatsApp groepen. Denk erom, het jaar 2022 is ons evangelisatiejaar. Daarom zit u hier weer op mijn trui. 2 aan 2 voor meer dan 2 in 2022. Mogen dit ons motto zijn en laten we het heel jaar door werken aan het maken van discipelen voor Jezus Christus. Dit was Nieuwsflits in beeld. Ik kijk naar u uit voor een volgende aflevering van Nieuwsflits in beeld. Praise the Lord. Praise the Lord. So we have our last group. Take note of the announcements and names. Act upon them. Thank you very much. We hebben onze laatste groep. We zullen beginnen met de persoonlijk bedieningsdepartement. Broeder Hoepel is de leider. Mijn secretaris is Broeder Kenswil. En 1 minuutje alstublieft. Zal ons laten weten wat persoonlijk bediening heeft te maken met go, I will go. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wel, net als wat Pastor zei, ook ik ben een secretaris. En dan heb je broeder Hoepel die de hoofdouderling is. We hebben ook als assistent zuster Scholsberg. En ook als onze andere assistent zuster Orsina Achthoven. Ja. Nou, even om op uw vraag antwoord te geven. Nou, het persoonlijke bedieningsdepartement staat namelijk centraal en in het hart van I will go thema of I will go campagne. Want het zegt nog, ga gij heel de wereld in en maak discipelen van mensen. Waarbij het persoonlijke bedieningsdepartement het hart is ten aanzien van evangelisatie. Maar het persoonlijke bedieningsdepartement is dan niet de enige departement die verantwoordelijk is voor evangelisatie. Want evangelisatie is dan voor iedereen. En ieder is verantwoordelijk voor evangelisatie. En ook voor winning van zielen. Maar de persoonlijke bediening dat geeft namelijk de aanzet, de stuwing. Net als wat pastor ook training. Maar als ook pastor ook heeft gesproken ten aanzien van een universiteit. Dus dan training, scholing en verder dan ondersteuning. Mijn deel, nou je hebt de hoofd van het departement en dan heb je de assistenten waarbij zuster Scholsberg het deel van literatuur doet. Zuster Achthoven het assisterend gedeeld door en ik dan de secretaris waarbij ik dan oplet hoe het gaat binnen
met evangelisatie en dan ik ook de notulen moet nemen en dan ook verder de strategie van de kerk sowieso verder moet notuleren en dan terug kan geven en terug kan koppelen aan de KB en dan ook aan de predikant. Thank you very much. Zo, we hebben het gehoord. Ik hoef geen commentaar te leveren hierop. We gaan dan over naar... We hebben al gesproken over Sabbatschool vanmorgen. Zo, u weet hoe wat deel Sabbatschool heeft te maken met het zendingsbevel. We gaan daarna met gebed, dan literatuur en daarna gezondheid. Zo, zuster, over naar zuster Omzichtig. Gezegende Sabbat, iedereen. Gebed, bediening. Wat is gebed? Gebed is de adem van de ziel. Gebed is de sleutel tot de hemel. Wilt u nu naar de hemel? Dan moet u meer bidden. Maar gebed is zo belangrijk. En gebed is eigenlijk, omvat alle departementen. Want voor alle departementen wordt er gebeden als er programma's zijn. Doen we dus voorbeden. Elke Sabbat zijn we ook hier om te bidden dat het programma goed afloopt. Dus gebed is onontbeerlijk. We kunnen het niet weglaten uit ons christelijk leven. Willen we groeien in geloof, dan is gebed heel belangrijk en natuurlijk Gods woord. We zijn in een team, we werken in teamverband. Ik sta er niet alleen voor. We hebben zuster Ilse Hoepel, we hebben broeder Anguel Reichman en broeder Jonathan Jitte. Met z'n vieren beheersen we dus het gebedsbediening. Verder hebben we elke eerste kwartaal, van elke eerste Sabbat van het kwartaal, hebben we bidden en vasten, waar de gemeente dus gebed voorop stelt en vasten. En dan hebben we dus programma's over gebed, over vasten. En dan doet de hele gemeente mee. Zo hebben wij als gebedsbediening, we bidden voor mensen die in nood zijn. We bidden voor zieken. U kunt altijd een beroep op ons doen voor gebed. En we bidden voor andere noden, wat het ook mag zijn. U bent bij ons terecht voor gebed. Als er lezingen zijn, worden we ook betrokken als gebedsteam om te bidden. En zo zijn er, we worden in heel wat dingen betrokken, ook bij de vrouwen. Gebed staat op de voorgrond. Zo gaan we ook gebedsgroepen vormen bij de vrouwen. En ik denk dat bij de mannen ook dat goed zou zijn. Dat is zo'n beetje in het kort wat gebedsbediening inhoudt. Hartelijk bedankt, zuster. Ja, zo hebben we gehoord dat gebed heeft te maken met het geheel proces. Ja, vanaf de leden wanneer ze er zijn tot evangelisatie enzovoorts. Zo, laat ons overgaan naar onze literatuurdepartement. Wat heeft literatuur te maken met evangelisatie? Zuster Schotsberg. Ah, sweet Sabbat. We hebben gehad een assen. Ik knap jaso. Ik knap jaso omdat mij er gaat dus ding. Je sabi een leren in een les die psadis wiki. Noach. Jere aki gado sting. Omdat abende in contact nanga gado. En a reageer. En ishi gado gebruiking. Gado gebruiking voor tjaraboskopu om een jari langa. En ook toe. Isabi want asani. Nee, kom, lukut mi de jari in a kerkie. Maar gewoon, want die plotseling. Mi jere was ting en mi herken as ting voor gado. En i piki. Omdat attaki in een woord toe. A wie sayo aksi. Mi sagio. En in a tekst voor die de manting. Die brada lezing in Johannes 15 vers. Sebi na nga aiti da laatste pisi fusegi etaki to. Aksi sayo wandi. En asagio. Amen. En a laatste pisi etaki ook to. En da yusa mek masra breiti. To? Yes. Bikasi yusa tja furu fructu. En yusa de mi disciple. En daarom min ik want ik voeren. Want alleen heeft mij zorgen den blad die prioriteiten. Dan mijn taak hier is op mij op zingen. Hoor mij masra, mij zal volgen. Hoor
kami mi pik yu or mi masra mi sago. Amen, amen. Hartelijk bedankt, zuster. U heeft het goed gedaan. En we begrijpen u helemaal zo. Laat me het zo zeggen. Het gaat niet om zuster Scholsberg. Het gaat niet om zuster Wit. Het gaat om leidinggevers. Zo, zij geven leiding aan deze dingen, zodat de kerk mee kan kunnen doen. Amen? Yes, zo is de kerk georganiseerd. Zo, zuster Wit, wat heeft uw leiding binnen de gezondheidsdepartement te maken met het proces van discipelschap vormen en evangelisatie? Het is vooral nu op dit moment een grote uitdaging om dit alles binnen 1 minuut te zeggen. Wie me kent, weet dat ik graag praat, maar ik hou hem heel kort. Wat is gezondheid? Wat is gezondheid voor u? Het gezondheidsdepartement is een zeer belangrijke departement. Ongeacht aan welk departement u leiding geeft, u kunt en mag een beroep doen op het gezondheidsdepartement. Yes. Waarom? Als we het hebben over mannenbediening, kan het gezondheidsdepartement praten over prostaatkanker of prostaatklachten. Hebben we het over vrouwenbediening, kunnen we het hebben over borst- of baarmoederaandoeningen. Mm-hmm. Hebben we het over kinderbediening? Mm-hmm. Op een gegeven moment weten we dat kinderen mieren voelen op bepaalde plekken. Dat kunnen wij als gezondheidswerkers u leren, uw kinderen leren, hoe ze met die mieren om kunnen gaan, zodat zij geen tienermoeder of tienervader hoeven te worden. En zo kunnen wij van het gezondheidsdepartement gedurende al uw programma's een bijdrage leveren. Doe een beroep op ons. Kijk, meestal willen mensen investeren in het sparen en kopen van een huis of kleding of vervoer. En dat zijn hele goede investeringen. Maar het extra uitgeven aan gezonde voeding, want niet iedereen plant natuurlijk, en daar heb ik alle begrip voor. Niet iedereen kan planten. En agroento diri, dus ik koop in plaats van 2 bossen, 1 bos. Maar japon diri, maar mijn lobbying en mijn buying, want ik leef maar 1 keer. Dat zijn ook dingen die worden gezegd, toch? We gaan leren om meer te investeren in onze gezondheid. En niet iedereen kan bijvoorbeeld die dure sportschool betalen, maar u bent wel vrij om op uw gemak 's middags of 's avonds te lopen. En het stimuleert niet alleen je gezondheid. Op de zondag loop ik met mijn man en dan praten we over heel wat dingen. Het is ook het moment om ik zie ook mooie huizen en dan kom ik met die geweldige ideeën waarbij ik zeker weet dat ik het geld voor niet heb. Maar het is ook het moment die wij kunnen gebruiken om als gezin of als gezin dichter naar elkaar toe te groeien. Nodig ons uit. Nodig het gezondheidsdepartement uit. Mm-hmm. Ongeacht uw departement. Wij hebben een programma voor u. Amen, amen. Dankjewel, zuster. Heel mooi gezegd. Ik voel me een beetje schuldig omdat het zo laat is. We praten over gezondheid. Maar we sturen u naar huis binnenkort. Amen? Amen. Yes, yes, om te gaan eten. Broeder, heeft u eten voor ons? Ja, broeder. Oké. Geef u aan je alstublieft. Dank u wel. U zegt 1 minuut. Appetizer. Ja, 1 minuut alstublieft. Ik zeg 1 minuut en ik wil in 1 minuut dit zeggen. Wat zuivere godsdienst is. Oké. Aan de hand van het woord is om te zien naar weduwe en wezen. Yes. Wat is de basis van een geweldige preek wanneer we niet omzien naar de sociaal zwakkeren, de weduwe, de wezen. Yes. En daarom ben ik blij dat er een afdeling is, gemeenschapdiensten, die invulling kan geven aan die noden. In zoverre we dat kunnen, moeten we daarmee haast maken mensen te ondersteunen. Yes. Broeder, want
Dat is onze basis waarop we gefundeerd zijn. Yes. Want Jacobus zegt het, Jezus zegt het, om te zien naar zij, die gezinnen die met grote problemen zitten. Mm-hmm. Hoe komen we ze tegemoet? Werken we structureel daarnaar om te ondersteunen, omdat ze echt ook mogen gaan voelen dat dit waar godsdienst is. Yes. En daarom, broeder, de afdeling, roep ik aan ieder die ondersteunend kan zijn, bijdrage wil leveren, te helpen, meer vorm te geven aan deze afdeling. Dat wil ik dus zo in 1 minuut doorgeven, want er is veel, broeder, om te onderrichten, ook onze eigen mensen, over die situatie. Je schrikt ervan, je kijkt er vreemd misschien van, wanneer je mensen hoort praten over hun eigen toestand. Je noemt maar jippie, je noemt maar die lange was aan het maar dat aan Allah. Je gaat niet de zorg op je nemen, maar je gaat ze laten voelen dat werkelijke godsdienst hier is. Yes. Doordat, yes, zoals Jacobus het heeft gekregen, is omzien naar deze mensen. Yes. Amen. Dank u wel, pastor. Amen. Hartelijk bedankt, broeder Hoepel. Zoals we hebben gehoord, deze mensen, ze zijn hier als, we call them needs-based ministries. Needs-based ministries. Zo, broeder Hoepel, gemeenschapdiensten, zorg voor de sociale noden. Zuster, de gezondheidsbediening, zorg voor de gezondheid noden, you know, voor de geestelijke noden. En zo, we hebben het alles, zodat de kerk een gezonde kerk kan zijn. Amen? Yes. And of course, the last department we'll have very quickly, as we come to a close after this department, we will pray and ask everybody to make a commitment to go and to play your part in the process. To play your part in the process. To prepare the soil, to sow the seed, to take care of the plant, to be part of the harvest and also the conservation. Amen. So we vragen de communicatiepersoon te komen. U kunt naar uw plaats gaan zitten, alstublieft. Oké, gezegende sabbat nogmaals. So, communicatie is heel erg belangrijk, broeders en zusters. Want als we niet communiceerden onder elkaar, zou u niet weten dat u elke sabbat hier moet zijn voor de dienst. Dat er een sabbatschool is en dat er een kinderbediening is. En dat er dus verschillende departementen zijn die dus ervoor zorgen om ons geestelijk te boosteren. En zo ook hebben we op de woensdagavonden onze gebeds- en getuigenissenavonden, die we weliswaar nu nog online doen. En ik wil u stimuleren, broeders en zusters, u krijgt de links, participeert u. Yes. Want zo alleen kunnen we elkaar ook nog stimuleren. Wanneer de getuigenissen verteld worden, de ervaringen gedeeld worden, dan doet het me goed. Want dan zie ik wat God voor u gedaan heeft en dan weet ik dat hij dat ook voor mij kan doen. Dus komt u, participeert u. En niet alleen voor de woensdagavonddiensten. Yes, zondag soms. Maar van tijd tot tijd hebben we dus ook de zondagdiensten, die dus ook weer opgepakt moeten worden. Maar het is de bedoeling als communicatiedepartement, u ziet dat we dus de samenwerking hebben met Wambumbos Kopo TV, omdat niet het nieuws alleen maar hier moet blijven, maar het moet gedeeld worden met de samenleving. En zo proberen we dus in samenwerking met Wambumbos Kopo deze diensten live uit te zenden elke zaterdag. Is een vorm van communiceren, is een vorm van evangeliseren. En evangeliseren, daarvoor zijn wij allen voor verantwoordelijk. Dus laten we gaan, zoals ons thema zegt, I will go, om de boodschap die we gelezen hebben uit onze schriftlezing, Matthäus 28, dat we gaan en God belooft ons dat hij met ons zal zijn. Dus laten we niet opgeven en blijven gaan. Amen, amen. Hartelijk bedankt, zuster. So you are there to assist the communication department, is there to assist every other department. Yes, to ensure that the mission of the church moves on. Amen. Dank u wel, alle departementshoofden. Ik hoop dat u allen hebt begrepen wat deze departementen, what they represent. And that we will work together to fulfill the mission in a balanced way. Amen.
Amen. God zegene u op dit moment. Wil ik u vragen. Als u werkelijk hebt begrepen wat de Bijbel bedoelt wanneer het zegt ga dan heen. Dat het niet alleen heeft te maken met mensen dopen. Maar de verschillende departementen ook zorgen voor behoud. En u ook helpen om het grond van de hart van mensen voor te bereiden. Zodat ze op dat punt kunnen komen. Als u deel van dit proces wil zijn. En u wil gehoorzaam zijn aan Gods bevel. Mij wil ik u voor openknappen alsjeblieft. We willen bidden om de Heere vragen. Om ons te helpen om zijn werk naar behoren te doen. Laat ons bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u dat wij weer erover konden praten. Maar we weten ook dat het verder gaat dan praten. Er is veel werk aan de winkel. En zo vandaag vragen wij voor uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest om ons de kracht te geven, om ons de moed te geven om uw werk te doen zoals u wil. Omdat uw komst spoedig is, zo zegt de Bijbel. We weten niet wanneer, maar we weten alleen dat wij voorbereid moeten zijn en anderen voorbereid moeten maken voor uw visie. Dat wij naar de hemel kunnen gaan. Een van deze dagen waar er geen tranen meer zullen zijn, maar blijdschap voor het eeuwigheid. Wees met ons. Give us the passion by your vision so that we can take part in the mission of your church. Or that when you come the second time, you can say to all of us, well done. And not alleen ons, maar de velen die wij voorbereid hebben. Onze vrienden, onze familieleden, onze collega's. Zodat wij samen kunnen vieren in uw hemels koninkrijk. Dank u wel voor uw kracht om uw werk te doen. Zegen ons verder in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegent u. Tot volgende week, waar we samen...